Welkom in plantentuin Meissen, de grootste botanische tuin van België en ook tegelijkertijd een van de grootste botanische tuinen ter wereld. En we staan hier meer specifiek in het plantenpaleis. Het plantenpaleis is ongeveer 1 hectare groot en heeft eigenlijk planten van ongeveer over de ganse wereld. Dus in totaal vinden we hier 10.000 verschillende soorten planten. En deze planten zijn niet zomaar opgeplant willekeurig, maar zijn eigenlijk samengebracht per biome, zoals we dat noemen, of per klimaatzone waarin dat we ze terugvinden. Heel veel planten die we hier in het plantenpaleis hebben, zijn eigenlijk soorten die bedreigd zijn met uitsterven in de wereld. Dus ongeveer 1/3 van alle plantensoorten zijn eigenlijk met uitsterven bedreigd. En het zijn eigenlijk botanische tuinen die zorgen dat die planten niet uitsterven. Ik kan eigenlijk zeggen dat wat wij doen als plantentuin is hetzelfde wat dierentuinen doen. Namelijk proberen planten te behoeden van uitsterven. Dus naast het grote plantenpaleis hebben we ook een aantal andere serres. We hebben onder andere hele kleine serre, de Ballas-serre of de Kroonserre. Dat is eigenlijk een serre van 1854. Dat is de oudste constructie van dit soort in België, gemaakt uit ijzer en glas. En heel speciaal eigenlijk aan de Ballas-serre is dat die gemaakt is, zoals de naam het zegt, door Alphonse Ballas. En Alphonse Ballas was eigenlijk ook degene die de grote koninklijke serres in Laken gemaakt heeft. Hier zitten we in de Victoria-kas, een kas die eigenlijk genoemd is naar één specifieke plant, namelijk de Victoria waterlelie, die komt uit het Amazonebekken. Een plant die vooral opvalt natuurlijk door zijn gigantisch grote bladeren. Bladeren met ook grote opstaande randen. En heel speciaal is dat we hier een paar keer per jaar ook baby's op fotograferen. Dus de bladeren zelf kunnen wel tot 20 kilogram, misschien zelfs meer dragen. In de praktijk mogen baby'tjes erop gefotografeerd worden totdat ze 1 jaar zijn.